Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Mario Kart 8, de 150cc Gold Run. En deze keer gaan we eindelijk de DLC-banen spelen, ze staan er namelijk in. Kijk, als ik hier naar rechts druk, dan is er een hele nieuwe rij aan toegekomen. Laten we gaan beginnen. Ik heb natuurlijk zoals altijd onze droge bonen. En we kunnen omhoog. Dit zijn de nieuwe banen, oh my god. Oké. We hebben Paris Promenade, Toad Circuit, Choco Mountain en Coconut Mall. Let's effing go. Echt zin. Dit is de eerste keer dat ik hem ga spelen. Dus we gaan het zien of ik het... hoe het is, zeg maar. Ik heb nog niet geoefend, niks. Dus we gaan het zien. Ik heb Mario Kart Tour, waar deze baan uitkomt, heb ik wel gespeeld. Dus ik weet een beetje hoe deze baan werkt, zeg maar. Alleen, het is wel echt wel lange tijd geleden dat ik de Mario Kart Tour heb gespeeld. Dus we gaan het zien. Ik heb in ieder geval Dry Bowser lekker gebotst. En hij gaat mij nu bijna botsen. Hij is me wel voorbij in ieder geval. Ik kom hier even onder de Eiffeltoren door. Nou, oh, wow, yo. Dat is even normaal, heen. We hebben daar een Peachy Piranha, nee, gewoon een Piranha Plant. Oh, we moeten die kant op. Ja, een beetje verwarrende baan is dit. Zo, nice. Oeh. Echt verfrissend om weer eens nieuwe banen te spelen. Oh, wat gebeurt erin? We gaan natuurlijk voor die gold run. Dus we willen goud halen met de nieuwe banen. Dus daar gaan we voor. Dat was misschien niet heel slim. Oh, moeten die kant op? Oké. Oh, kut. We leven nog. Oh, we moeten nu naar rechts. Wat? We gaan nu een ander rondje rijden. Oké, het zal wel. Oh. Nice. Dat maakt deze baan zo raar, dat je ze zo in andere volgordes rijdt. Hey, nu ga ik helemaal de andere kant op. Het gaat in ieder geval allemaal nog goed. Oh, fuck. Het gaat niet allemaal meer goed. Oh, hij werd bijna geraakt. Oh, miss. Shit, ik ben tweede geworden. Dat was very slordig. Very slordig. Oké. Wat krijgen we nu? Oh, je Toad Circuit, geloof ik, hè? Van de 3DS. Deze heb ik wel gespeeld, ja. Ja, gelukkig, net dan. Oh ja, deze heb ik zeker gespeeld. Dus ik kan me eigenlijk nog best wel goed herinneren ook. Dit gaat niet goed. Auw, vuile lakitu. Wajoo, ik word hier gewoon overmeesterd door wat vies vuile bitches. Au. Wordt hier echt hard genaaid, holy shit ding. Oké, daar hebben we de villager.
Wauw, leuk. Het gaat echt goed. Hey. Ik dacht nieuwe banen leuk, maar hoor maar. Ik word hier gewoon heel hard genaaid. En normaal zou ik daar niet echt over klagen, maar nu klaag ik er wel over in. En ik zie daar wel van die mushige rooms. Oké, we hebben slipstream. Nice. Oké, we zijn eerste geworden. Dat is altijd fijn. Volgende race. Choco Mountain. Kijk, hier was ik best wel excited voor deze baan. Otse vlotsing. Echt een vette baan dit. Oh, nice. Kut, minder nice. Had dat niet gewoon chocoladesoep moeten zijn als het toch Choco Mountain is? Dit is niet mijn... dit zijn niet mijn beste races, dat heb ik wel door. Oh, is hier, is hier de finish alweer? Oké, dan is het wel echt een korte baan. Godverdomme. Tuurlijk, sta ik net eerst. Dan krijgen we deze vieze onzin. Oké. Kijk uit voor die ballen. Of voor die chocoladeballen, maar ze waren niet van chocolade. Deze keer. Oh, dit gaat echt niet goed. Oké, wat snelheid gecreëerd. Nice. Gaan de laatste ronde nu in. Kut. Waarom is dit zo'n kutbocht? Gaat niet goed hoor. Kan ik nog eerste worden? Nee, toch niet denk ik. Oh, jawel. Ik heb net het blauwe schildje ontweken. Nice. Nou, het viel mee. Nogmaals, niet mijn beste aflevering dit. Maar de kans dat we nu eerste worden is natuurlijk wel aanwezig. We gaan nu, als het goed is, de dingen zien. De Coconut Mall, inderdaad. Heel veel mensen waren excited voor deze baan. Ik vind dit op zich een leuke baan, maar... de exciting dingen die de mensen ervan maakten, vind ik niet per se terecht bij deze baan. Ik had liever, zoals we in de vorige aflevering al over hebben gehad, Wario Colosseum teruggezien. Wel een hele goede soundtrack, eerlijk is eerlijk. Oh,
Maar natuurlijk, qua hoe de layout, weet ik deze natuurlijk wel helemaal uit mijn hoofd. Dus dat scheelt wel heel erg. Wacht, rijden die auto's niet? Dat is heel erg lame. Oh mijn god. Dat is super lame. Oh mijn god. Dat is echt heel slecht. Dat is echt drama. Zo. Kut, ik was net te laat met mijn... Mijn schildje naar achter doen. Laatste ronding. Ik vind hem ook voor een remake lelijk of zo. Maar dat kan ook gewoon aan mij liggen hoor. Nu boeit me meestal niet, maar dat gevoel heb ik of zo bij deze. Zeker omdat deze baan zo gehyped werd. Het enige voordeel van het niet bewegen van die auto's is dat ik me dan geen zorgen over hoef te maken van haal ik dat stuk, zeg maar. Nou, achteraf gezien was het helemaal geen slechte aflevering. Ik had wel veel meer moeite met het dan bij vorige afleveringen, maar toch. We hebben de cup wel gehaald in het goud. Hot Sufflots. We hebben de Crown Mushroom Cup. Zou die zo heten? Ik durf eigenlijk niet te zeggen hoe deze heet. Toch wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. De volgende aflevering gaan we natuurlijk nog meer nieuwe banen checken. Dan zie ik jullie de volgende aflevering. Adios, amigos.